Hey, Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie video nummer 30 alweer. Uh, we zitten midden in het Mira Modifier feestje. En de Array Modifier kun je allerlei dingen snel en handig achter elkaar zetten. Ideaal dus om zo'n training te maken van een schip. Ik laat het je zien hoe dat werkt. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laatst een leuke reactie achter, Array Modifier. En zoals bij elke modifier scheelt dat weer heel erg veel werk. Want in plaats van allerlei dingen achter elkaar te zetten, één voor één, doet de modifier het werk voor jou met een aantal handige instellingen. En die instellingen zijn de vier Fit Type, Count, Relatief of Constant, een Object en Offset. Maar we gaan maar schouw naar Blender. Dit is de Blender doelopdracht die je dus kan downloaden van mijn site. Het is de pakjesboot. hoho. En die pakjesboot heeft natuurlijk een, een hekje, een reling. En ja, die is er al. Haha, nee. Jij gaat die redelijk maken met onder andere de. Array modifier. Um, dus maak een hack voor de boot. Maar eerst maar eens een demo van die array modifier. Alright, ik heb hier uh, mijn 3D cursor en ik ga even van boven kijken. Ik doe Shift A en dan mesh en dan een cilinder. En dan krijg ik hier het add cilinder tijdelijk minuutje. En standaard staat het aantal vertices dus op 32, maar ik zet hem gewoon eventjes op 8. Dan krijg je een mooi low poly look aan uh, jouw uh, modellen die je maakt natuurlijk. Dat is de stijl waar we gaan. Voila, ik heb hier de cilinder. En Ik ga er ook gauw toch maar eventjes een materiaaltje opgooien en meer over materialen in het volgende hoofdstuk van deze blender training. Dus wil je vastkijken. Ga lekker leren over die materialen. Voor nu nog niet. Maar hey, ik kan niet laten. Ik druk even op zwart mat metaal. En dan hebben we deze railing. Nou, begin van de railing zwart metaal gemaakt. Met een numpad. Slash ga ik eventjes in een local view. Dus dan uh, zie ik even de boot en de rest niet meer. Alright, Dus dit is, uh, gewoon een cilinder. Tijd voor de Array Modifier. En hier vind je natuurlijk. Het steeksteeltje van de array modifier, daar zo, o, nee. daar zo, daar zo. En hierbij het modifier vind je dan volgens de array, hooray, hooray, ik vind hier de array. En wat er dan gebeurt, je ziet er twee. Sorry, vast Oké, okay, even serieus, Bart. Goed, je hebt dus dit uh, normale object en hij heeft die dus uh, twee van gemaakt. En hierbij count kan je nog veel meer uh, neerzetten. Even eigenlijk gewoon een heleboel. En dat is ook super handig. Want dan hoef je ze niet allemaal te dupliceren. En dan krijg je dus niet in, in jouw uh, scène collectie mega veel objecten. En het is dus non-destructive. Met andere woorden, de instelling kun je altijd weer later aanpassen. Maar goed, wat voor instellingen vinden we eigenlijk? Um, hier zo. Oh, dat gaat al een beetje verder. Um, ja, fit type. Uh, je hebt verschillende soorten fit type. Verschillende soorten. En die vind je hier namelijk fixed count, fixed length of fixed curve. Nou, fixed count is uh, logisch. Hier heb je gewoon het aantal, typ je gewoon eronder in. Heel mooi. Hier heb je ook uh, lengte? En dan kun je dus zeggen: nee, het moet een uh, bepaalde lengte hebben. En die lengte is in echte. Metrische meters. En de derde optie is fit curve. En daarvoor heeft u een curve nodig. Ga ik in deze video nog niet laten zien. Maar in de volgende ga ik het hebben over die array modifier. Deze dus in combinatie met de curve modifier. En dat zijn echt vriendjes van elkaar. Want daar kun je hele toffe dingen mee doen. Zoals bijvoorbeeld het maken van een ketting. En dan heb je dus die fit type curve voor nodig. Nou, meer daarover dus in de volgende video. Voor nu houden we het gewoon eventjes op fixed count. Goed, dan hebben we het volgende hele belangrijke. Oh ja, die count heb, het, uh, heb ik er al over gehad, is relatief of constant. Daar nou moeten we even goed naar kijken, want je kan hier twee vinkjes aanzetten. Je kan ze ook allebei tegelijk aanzetten of een van de twee. Maar er is een groot verschil tussen relatieve offset of constant offset. En offset betekent eigenlijk een klein stukje uh, ergens naast zetten, zeg maar. En dat kan je dus relatief doen of constant. Ik ga eventjes uh, numpad 7 van boven bekijken. En um, op dit moment is de count, staat wel op 3, maar ik zie helemaal niks. Want ik heb niet aangegeven. Hoe die de, de, de duplicaten, zeg maar, de gekopieerde objecten uh, daarnaast moet zetten. Nou, relatieve offset heeft te maken met hoe groot het object eigenlijk is. En um, hier heb ik het getalletje 1 gezet. En als ik daar uh, slide, zeg maar, hoe groter hoe verder weg te komt. dat is op zich logisch. Maar wat hij eigenlijk doet met relatieve offset, en als hij dan op 1 staat, is het volgende. Hij houdt dus rekening mee met hoe groot dit object eigenlijk is. En met een. Uh, Um, factor x van 1, kijk, dit is zeg maar de x-as, deze kant op, deze kant op, dus daarom uh, gaat hij met uh, factor 1 ook in, in die kant zeg maar de objecten arrayen, dupliceren. Maar goed, als die op 1 staat, dan zal hij dus het volgende object precies er tegenaan zetten en het volgende object weer precies tegenover dat object. En uh, dus houdt hij dus rekening met de grootte van de vorm, oftewel relatief. Oeh, snap je het? Nou ja, kijk, als ik deze aanzet, dan snap je wat ik ook bedoel: is constante offset. Wat hij dan doet. Is ik heb hier uh, het origin-punt. En het uh, volgende punt van het volgende object zit precies gewoon op 1 meter afstand. Omdat ik hier gewoon 1 heb staan. En het volgende zit dan ook weer op 1 meter afstand. Dus even rekenen: het verschil tussen daar en daar is natuurlijk 2. 1. Twee. Goed, dat is dus het verschil tussen relatief of constant. Hij houdt dus rekening mee met de grootte van het object of gewoon een standaard uh, afstand, maar je kan het ook gewoon combineren. Probeer het gewoon. En wat ik al zei, het kan dus uh, over meerdere assen, x-as, of gecombineerd met y, of zelfs gecombineerd met z. Dan gaat het natuurlijk schuin omhoog of zoiets. Goed, terug naar het lijstje aan. Uh, wat ook kan, is object offset. En dat is ook heel erg leuk. Ik zal het even demonstreren. En Ik zet eventjes relatief offset. En deze doe ik even wat meer. Doe ik even hier mijn rechter. Uh, Neem het zeg als rechter. Mijn, nee, mijn 3D-cursor. Shift A. En dan ga ik naar uh, empty. En doe ik hier een plane axis empty. Met S maak ik hem een klein beetje groter. Dan zie je hem een klein beetje beter. Die empty heb ik ook meer over verteld. in de video over verschillende soorten objecten, maar in het kort, dit is gewoon een leeg ding, empty dus, die je uh, kan gebruiken voor hele handige dingen in je viewport, voor animaties, voor vervormen, voor weet ik het allemaal wat, en uh, het toffe is dat hij nooit in de render te zien kan zijn, oftewel in je uiteindelijke video, maar goed, uh, waar heb ik het over? Kijk, hier staat uh, object offset, als ik dat wil, moet ik het vinkje aanzetten en dan klap ik hem uit en dan moet ik wel zeggen welk object dat dan is. Klik ik hier op de eyedropper en dan selecteer ik die object empty. Ik kan trouwens ook op klikken en dan vind je hier een lijst met alle andere objecten die je in je scène hebt. Maar handiger is die eyedropper en dan kun je makkelijker een goede pakken. Moet je kijken wat er dan gebeurt. <laughs> Complete chaos. Um, deze beïnvloedt nu de array. Kijk, als ik hem dicht bij het object heb en ik ga even deze en doe ik hem even op uh, stuk of vier of zo. Kun je het beter zien. En ik pak even die empty op en met G verplaats ik die een beetje. Met S kan ik hem ook een beetje schalen. Zie je? De positie van deze empty, de draaiing van deze empty en de schaal, oftewel de grootte van deze empty bepaalt dus hoe die array gaat verlopen. En daar kun je dus best wel hele grappige dingetjes mee doen. Maar goed, laten we eerst maar eens eventjes die railing gaan bouwen en ik gooi die empty weg, want daar hebben we die niet voor nodig. Ik doe even slash uit. Local view en we gaan eens kijken of we die reling zo na kunnen bouwen. Nou, zoals je ziet zijn het super dikke <laughs> cilinders, veel te groot voor wat stangertjes van een reling en dus daar gaan we wat aan doen. En als ik op S druk en dan op Shift Z, dan worden ze dus niet. Uh... Oh, S Shift Z. Die moest ik hebben. Dan worden ze dus niet hoger of lager, maar wel dunner. En dat is precies wat ik wil. En bij relatief offset ga ik wat verder uit elkaar zetten. En dan kijk ik even van de voorkant. Is dit een beetje een uh, goede offset? Iets meer count. beetje zo erbij. Uh, iets meer terug. Iets meer zo. Uh, ja, zo'n beetje. Um, maar we hebben natuurlijk, die boot heeft een punt. Dus ik ga die vast even een beetje hier zetten. Uh, deze voorbeeldreling, even goed bekijken. Ja, die weten we wel. Dus die ga ik even verbergen. En dan doe je met het toetsenbordknopje de H. Met H kun je dingen verbergen in de viewport. En met Alt H kun je ze weer terughalen. Zie je? Dat is ook een handig tipje om even te weten. Um, deze reling dus, um, van de zijkant kijken. All right, all right. Ik doe S, Z. Ik maak hem een klein beetje minder groot. Zet ik hem hier neer. Oh ja, ik zei, die boot heeft natuurlijk een uh, punt. Dus die uh, gaan we nog een beetje meer uh, counts aan toevoegen. Zodat we later die punt ook uh, hierheen kunnen halen. All right. Nou, nu hebben we natuurlijk de paaltjes gemaakt. Maar dat is het een beetje met... Uh, Computer dingen maken natuurlijk. En die zijn altijd super recht en strak achter elkaar. En dat is niet mooi. Ook En de rest van de boot ziet, alles is een beetje schots en scheef. Dus gaan wij ook een beetje een schots- en scheve reling maken. Nou, hoe gaan we dat doen? Um, ik druk even op uh, ja, wij gaan die Array modifier gewoon keihard. Um, noem je dat? Ik ben het woord kwijt. Applyen. je. Met ctrl-A. En of gewoon hier bij het uh, uitklappen kun je op apply drukken. En dan is het wel een nadeel. Je kan dus niet meer nog meer uh, toevoegen. Of andere instellingen aanpassen. Dus nu ben ik eigenlijk een beetje destructive bezig. Maar boeien. Ik ga gewoon een reling maken. Ha. En als ik op tab druk, dan zie je ook dat dit gewoon nu één object is. Met hier al die paaltjes. En als ik dan uh, klein trucje. Op uh, P druk en dan staat uh, Separate by Loose Parts. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ik daarop klik, hop, zie je hier ontzettend uh, veel uh, objecten bij komen, want elk paaltje is nu een nieuw eigen object geworden. Um, gaan we straks weer fixen, maar waarom ik dat gedaan heb, is omdat het eigenlijk best wel heel erg handig is. Want wat je dan kan doen, kan je naar Object en dan naar Transform. En dan Randomize Transform. En als je daarop klikt, krijg je het tijdelijke minuutje: Randomize Transform. Heb ik ook uitgelegd in een van de vorige video's. Ik weet even niet in mijn hoofd welke. Maar kijk vooral uh, die als je er meer over wilt weten. Maar in plaats van zelf al die paaltjes een beetje een, uh, een gekke draaiing of wat dan ook te geven, kun je dat dus met dit uh, doen. En dan krijg je dus een Randomize Transform. En dan kan je ze allemaal een klein beetje um, uit het lood zetten, zodat het niet zo netjes recht is en lijkt alsof het allemaal uit de computer komt. En ik kan bijvoorbeeld de z-hoogte ook een klein beetje variëren. En voilà, ik heb hier nu een hek gemaakt. Maar goed, we moeten natuurlijk ook nog um, zo'n dwars uh, ding maken. En um, die ga ik eventjes wat dunner maken. Dan doe ik uh, S, Shift, Z. En dan maak ik hem wat dunner. Voilà, en ik draai hem. R, even kijken, X en dan 90. En dan RZ 90. Dan zit die zo. En eens even kijken. Ga ik hem uh, een beetje daar zo neerzetten. Pak ik hem hier op. Daar zo. Yes. Ga ik naar edit mode. Pak ik al deze vertices aan deze kant. Een beetje, kijk, dus pak ik alleen uh, die aan deze kant. En dan pak ik die en dan zet ik die uh, een beetje daar neer. Pak ik deze vertices en die zet ik dan wel een beetje zo. En dan doe ik op A, dan heb ik alles geselecteerd. En dan op Ctrl R. En dan draai ik eventjes aan mijn muiswiel. Want dan doe ik wat meer loopcuts. En met een linksklik uh, bevestig ik dat. En, en dan gaat hij een beetje heen en weer. En dan met nog een keer linksklikken, dan bevestig ik het zeker weten. En dan pak ik hier deze uh, rondjes een beetje op. En die ga ik dan een beetje in de buurt van. Ja, grofweg hè. In de buurt van die paaltjes zetten. En dat is ook het leuke van low poly stijl. Het mag allemaal hoekig. Het hoeft allemaal niet zo. Uh, perfect. En hier kom ik net even tekort, zie ik. Dus dan doe ik eventjes met extrude. En dan pak ik hem. En doe ik hier weer extrude. Dan pak ik hem hier. En voilà. Ga ik even tap. Even naar object mode. Kijken hoe het eruit ziet. Ga ik naar GZ. Doe ik het een klein beetje omhoog. En voilà. Je hebt. Ik zeg best vaak voila, denk ik. Een beetje stopbordje te worden. Ik heb die uh, paaltjes uh, en die reling heb ik dus allemaal gemaakt. Nou, die kan ik dus hier allemaal selecteren in mijn outliner. Dus ik heb nu alle paaltjes en de reling geselecteerd. En <laughs> wat je hier ziet trouwens, is dat de object origins van al deze objecten ongeveer zo'n beetje hier in een, uh, zich in een kluitje bevinden. En dat is nooit goed. Ik heb al deze objecten nu geselecteerd. Doe ik rechtermuisknop Nee, objecten en rechtsmaatjes knop Set origin, dan staat er origin to geometry hop, en dat betekent dat de origin objecten van al die objectjes nu op de goede plek zitten. En dit is natuurlijk super onhandig. Al die objecten doe ik hier Ctrl J, en dat betekent join, dat betekent dat het niet meer losse objecten zijn, maar nog één object. Doe ik weer eventjes object set origin, origin to geometry, dan zit hij ook sowieso in het midden. Goed, dan ga ik even kijken, want ik moet nog een punt maken, natuurlijk, aan de boot. Of ik bedoel, die punt moet nog hierheen. Ga ik naar tab, ga ik even hier naartoe en even kijken. Zet ik mijn rechter muis, of de rechter 3D-cursor met Ctrl-rechtsklik, zet ik daar mijn 3D-cursor neer. Waarom? Want ik ga op punt drukken en dan zeg ik dat het pivotpunt, dus het draaipunt, moet de 3D-cursor zijn. En dan kan ik met R. Kan ik dit uh, zo een beetje draaien en in de, op de punt van de boot zetten? Tap. Laat ik even uit edit mode. Kijk hoe dat eruit ziet. En uh, ga ik het nog een beetje tweaken. Want hier klopt het nog niet helemaal. Deze kan ik ook een beetje draaien. Zo. Want hier stelt nog de 3D-cursor. En kijk eens aan. Uh, de helft van de railing is klaar. En nu denken jullie shift-d dupliceren naar de andere kant. Maar wat ook kan, nog veel handiger is, is gewoon. De mirror modifier, want die hebben we ook eerder gedaan. Alleen bedenk wel, het uh, origin-punt bevindt zich hier. En dat is niet handig in het geval van de mirror modifier. Dus ik ga naar Options, Transform Effects Only, Origins. Dan zet ik het origin-punt eventjes een beetje hier in het midden van de boot. Dit vinkje zet ik gauw weer uit. Ga ik naar Modifier. En dan ga ik hier naar Mirror. Waar ben je? Daar, Mirror Modifier. En dan heb ik hem ook aan de andere kant. Behalve natuurlijk dat die boot een beetje gedraaid is. Dus dan doe ik hem een beetje nog mijn best om hem te positioneren. Met shift hou ik nu ingedrukt. Zodat ik hem wat preciezer kan plaatsen. En nu heb ik dus een reling gemaakt. <laughs> en als je er iets meer de tijd voor neemt en er niet bij praat en niet aan het opnemen bent, dan kan het allemaal wat netter. Maar op die manier maak je dus um, een reling. Een boot of voor iets anders. Met gebruikmakend van de Array Modifier en stiekem hebben we ook wat editing. Tips en tricks en skills gebruikt. En ook de Mirror Modifier en een hoop. Toetsenbordcombinaties. Misschien vraag je je af hoe kan hij dat allemaal onthouden. Nou, dat is gewoon een kwestie van heel veel doen. En natuurlijk ook op mijn site vind je de handige sneltoetsen. PDF die je kan downloaden. En natuurlijk ook het mega boek met de samenvatting van deze video. Zodat als jij ja, die reling zelf gaat maken. Dat je niet per se deze video elke keer moet zoeken naar hoe ging dat nou ook allemaal. Maar je kan gewoon in het boek kijken. En dan bam. Dan weet je het weer. Dus maak hem zelf. Ga aan de slag. En dan zie ik jou. Als je dat hebt gedaan, natuurlijk terug in de volgende video. En dan gaan wij twee modifiers met elkaar combineren. Namelijk die array, deze dus. En een nieuwe die ik nog niet heb gehad. Dat is de curve modifier. Nu, Wat voor vette dingen kun je daarmee doen? Nou, die gaan wij gaan doen. Wij gaan dat pakjesboot maar eens eventjes aan de ketting leggen. Oftewel een ketting maken. Ja, ik zie je daar. Maak iets.